Heb je ooit zelf de ambitie gehad om minister-president te worden? Nou ja, als iemand me vraagt, dan zal ik erover nadenken. Lienke Blijdorp, je zit hier op persoonlijke titel, maar je bent advocaat en je bent ook spreekster in verschillende christelijke kringen, kerken, organisaties. En we zijn benieuwd, moet Kees van der Staaij de nieuwe minister-president worden volgens jou? Als dat het resultaat is van het democratisch proces, dan ben ik daar helemaal voor. Ja, ben je stiekem ook niet een beetje fan van Kees van der Staaij? Zo'n mooie betogen, bijbelteksten, metaforen die hij bijhaalt? Nou, weet je waar ik met name altijd erg van gecharmeerd ben bij Kees van der Staaij, is dat hij altijd netjes blijft, altijd correct blijft. Zelfs als papa heel boos is, dan nog doet hij dat heel netjes. Hij zal nooit mensen schofferen. En dat, als je het nou hebt over getuigenis als christen, vind ik heel powerful. En hoe zit het met getuigenis van Gert-Jan Segers van de ChristenUnie? Ja, daarvoor geldt hetzelfde. Wat ik van Gert-Jan Segers ook heel mooi vind, is dat hij vaak weergeeft wat zijn worsteling is over, ja, over wat je wilt en over wat kan. Je zit natuurlijk altijd te worstelen met coalities. Op zich denk ik aan de ene kant, coalitie is jammer, want je kan nooit alles doen. Het is ook wel gezond, want het voorkomt een soort dictatuurachtige aanpak. Ja. Maar ik heb grote waardering daarvoor. En ik ben het niet met alles eens. En soms denk ik, nou jongens, dat hadden jullie wel even eruit mogen vissen. Maar ja. Wordt het ook niet eens tijd voor een vrouw aan het bewind? Dat lijkt me heel goed. En ja. Dan zie ik dat bij de SGP nog niet helemaal gelijk gebeuren. Maar ik denk dat echt heel goed zou zijn. En dat zeg ik niet alleen omdat ik pro-vrouw ben. Ik ben net goed ook pro-man. Maar ik denk dat vrouwen ook soms andere dingen ter tafel brengen in zijn algemeenheid. Het gaat natuurlijk algemeen. Ja. Dan mannen. En ook de praktijk wel uitwijst, als je de wereldgeschiedenis een beetje bekijkt, dat op het moment dat er vrouwen aan het bewind komen, of het nou als president is of als premier, ja. dat vaak heel positief uitpakt. Kun je misschien een voorbeeld geven dan? Nou ja, kijk naar Jacinda Ardern in Nieuw-Zeeland. Hè, die vrouw die heeft, punt 1 heeft natuurlijk gewoon de corona daar op een fantastische manier er bijna uitgetimmerd. Ja. Kijk, ze kan niet toveren, dus van tijd tot tijd is daar gedoe over. Maar ook de manier waarop ze toen die beschietingen in die moskee daarop heeft gereageerd, ja. Vind ik fantastisch. Dat is echt een voorbeeld. Niet dat een man dat niet kan, maar je vraagt mij een voorbeeld. Ja, dat vind zijn ik er echt... ook Nederlandse voorbeelden? Carola Schouten wordt wel eens genoemd. Sigrid Kaag heb je nu van D66, schijnt christen te zijn. Ja, mijn voorkeur zou dan meer gaan naar, nou ja, iemand als Carola Schouten. Ik weet niet specifiek zijn, maar iemand. Kijk, ik vind haar ook sterk wat ze doet met de boeren. Voor zover ik er inhoudelijk iets van begrijp, geloof ik niet dat ik het er helemaal mee eens ben. Hoe de koers die ze kiest. Maar ik heb er gewoon niet genoeg verstand om dat echt te kunnen beoordelen. Ja. Maar ik vind het wel sterk hoe ze de rug recht houdt. En dat is wel een eigenschap die ik wel waardeer in politici. Ja. Heb je ooit zelf de ambitie gehad om minister-president te worden? Nou ja, als iemand me vraagt, dan zal ik erover nadenken. Ja, dat zou je zo... Nou ja, het is niet willen. Dat ik denk dat... Wat zou je veranderen dan? Nou, een heleboel. Maar het klinkt een beetje presumptuous van als ik CGT-president, maar als dat ooit aan mij gevraagd zou worden, ik zou er geen... Ik denk wel dat ik de kwaliteiten heb gekregen. Ben je lid van een partij? Nee, ik ben een tijd lid geweest van de VVD. Daar heb ik ook actief in geweest. Totdat ik vond dat die echt de verkeerde kant op ging. Dus toen ben ik daar afgehaakt. Dus ik zit nu meer in het christelijke midden. Dus ja, toen Mark Rutte leider werd, toen dacht je, nu is het... Nee, ja, en daarvoor was het met Verdonk, dat ging zo lekker. Nee, dat was het niet. Nee, dat had te maken toen met een regeerakkoord. Volgens mij was dat zijn eerste regeerakkoord, wat ik echt waardeloos vond. En toen dacht ik, nou, daar ga ik niet. Maar als vanuit een partij waar ik mij goed bij zou voelen, dus dat zou niet D66 zijn, maar dan zou... Je het wel willen, ja. Ja. De SGP is voorstander van een theocratie. Zie je daar ook de voordelen van? Ja,
ik denk niet dat het haalbaar is. Ik denk ook niet dat het in onze samenleving werkbaar is. Maar je ziet wel nu het probleem met een democratie. Democratie is natuurlijk niet een heel goed iets. Het is gewoon, denk ik, de minste van alle kwaden. Het is toch de meerderheid die iets oplegt aan de minderheid. Dat is natuurlijk altijd een pijnlijk ding in een democratie. Ja. Kijk, theocratie is mooi op het moment dat ook iedereen dat geloof, hè, die theos waar het dan om gaat, die god, dat ook deelt. Want anders wordt het namelijk toch weer een stukje overheersing. Daar hou ik niet van. Ja, jij bent ook behoorlijk actief op Facebook. Mm-hmm. Daar heb je ook allerlei meningen. Als ik dan denk, oh, als die allemaal gaan stemmen, dan is democratie misschien een slechte vorm. Je hebt volgens mij ook een aristocratie. Hè? De wijze mensen, de intelligente mensen hebben dan de macht. Is dat niet een goed idee? Nou ja, er is eeuwen over gevochten om dat systeem eruit te krijgen. Het lijkt me niet dat dat een betere variant is. Kijk, het is natuurlijk gewoon een prachtig principe dat elk mens dat door God gemaakt is en dat hier leeft, heeft recht van spreken en heeft recht om mee te beslissen over zijn leven, over zijn land. Dus binnen alle niet hele geslaagde varianten is denk ik democratie dan toch de veiligste. Ja, dus je gaat toch op Mark Rutte stemmen waarschijnlijk. Geen commentaar? Dankjewel, Lienke. Graag gedaan. Hey, leuk dat je naar deze video hebt gekeken. We kunnen deze video's alleen maken door de steun van onze leden. Dus ga naar cip.nl, abonneer je en start je gratis maand als je nog geen lid bent. En vergeet je niet te abonneren op ons YouTube-kanaal.